De carrière van Roelof Luinge begint per toeval als tijdens een jeugdwedstrijd de scheidsrechter uitvalt. Luinge, die nog nooit heeft gefloten, brengt de wedstrijd tot een goed eind. Een waarnemer van de KNVB adviseert hem door te gaan in het scheidsrechtervak. In 1983 fluit hij zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal. Dat is in Breda. NAC VVV, 11.000 mensen op de tribune. En daar kwam ik als jong broekje, kwam ik daar met een fluitje van 2,50 gulden kwam ik op. Nou, ik kreeg kippenvel, kreeg ik er nog van. Er nog aan denk, kreeg ik nog steeds kippenvel dat ik dat mocht meemaken. Om voor 11.000 mensen zo'n wedstrijd te fluiten. En na later bleek, mocht ik nog heel lang blijven. Luinge was tot vorig jaar ook fluitist op het Eurovoetbaltoernooi in de stad. Daar viel hij niet alleen op als scheidsrechter. Ook scheidsrechters gaan wel eens in de fout. En dat overkwam Luinge meer dan eens. Hij herinnert zich deze. Een wedstrijd bij Volendam. Dat een speler maakte een overtreding. En ik dacht op een gegeven moment, dat is je tweede gele kaart. Dus ik gaf hem een rode kaart. En toen vroeg hij mij, hij zei, wat krijg ik nou, geel of rood? Ik zeg, je moet niet zo bij de hand doen. Ik zeg, wegwezen. En toen bleek gewoon dat ik de verkeerde, hij had nog geen gele kaart. Dat ik dus ja, onterecht hem een tweede gele kaart, dus rode kaart gegeven heb. Dat was mijn domste beslissing. In 1993 leidde Luinge zijn eerste internationale wedstrijd. In totaal floot hij meer dan 700 duels in de Ere- en Eerste Divisie, Europa Cup en Interlands. Vaak kreeg hij kritiek. Dat is helaas. Ik kan nooit foutloos kun je alle wedstrijden fluiten. Nee, ik ben ook een mens. En ja, natuurlijk krijg je dan wel eens kritiek in de media. Daar heeft u zich weinig van aangetrokken. Nou, je vindt natuurlijk niet leuk dat er kritiek komt. Maar je moet ermee leren omgaan. En nou heb ik een olifant eruit. Op 1 juli volgend jaar hangt Luinge zijn fluit definitief aan de wilgen. Mogelijk treedt hij daarna toe tot de scheidsrechterscommissie van de KNVB. Vrijdag begint zijn laatste seizoen met de wedstrijd RKC Go Ahead Eagles.